Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag spelen we Resident Evil 3 en dit is de demo voor de game die er binnenkort aankomt. Het is een game uit 1999, maar die heeft een remake gekregen en in 2020 komt die uit. Ik ben erg benieuwd, dit is de eerste keer dat ik een Resident Evil speel. Ik ben bang aangelegd, dus dit gaat een hel worden denk ik voor mij. Maar we gaan het meemaken. Nou, voordat we naar de game gaan, doe vast even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laten we gaan naar de game. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Okay, we zitten in de game. Ik speel Jill. Dit is ook denk ik de hoofdpersonage. Ik moet spulletjes zoeken. Gear. Kijken, dit is rennen, mikken. Nou, zoals ik al eerder zei, dit is het eerste keer dat ik dit speel natuurlijk, hè. Resident Evil. Kijk, ik weet niet of ik daarheen moet. Daar was ook nog, ik ga heel even gauw terug nog. Het is niet een hele grote demo, hoor. Oh, kijk, hier moet ik zijn. Wat kogeltjes. Crafting guide. Oké. Oké, je kan handgun ammo maken, shotgun, kogeltjes. Ook voor een Mac. Nou, hier kan je in ieder geval zien hoe dat moet maken, dus. Oké, ja, dat onthoud ik wel. Denk ik dat we hier door moeten, hoor. We gaan gewoon even boven een kijkje nemen. Oké, ja, dat had ik net al uitgevonden, toevallig. Hier is ook weer wat te vinden. Moet in ieder geval wat spulletjes vinden om dingen te kunnen maken ook. Zoals wat je net zag, gunpowder. Maar voor mij kan je ook iets van medicijnen maken. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Kijk, dit zijn voor mij van die plantjes. Heet Herb, heet dat. Even kijken. Ja, Green Herb. Nou, daar kan je dan healing van maken. En gunpowder. Die hadden we nodig voor de kogeltjes, hè. Nog meer gunpowder.
Voor mij kan je deze kistjes ook. Ja, kijk. Oh, dat is rode. Die ken ik niet. Nice. Ik denk dat je die in de game allemaal kapot moet maken voor een trofee. Nou ja. Heb je hier niet zo erg nodig. Oh, kijk hier. Twee groene herpes is gewoon een healing. Groen met rood. Is een grotere. Maximum. First aid spray. Oké, dus twee green. Of een green en een rode. Ja. Je moet alles ervan houden. Oh, dit zijn van die kistjes. Hier kan je al je spullen in dumpen. Als je zegt van ja, ik heb die kogels niet nodig. Dan kan je ze gewoon in de kistje doen. Kom je in een ander plekje waar die kistjes weer, waar weer een kistje staat, dan kun je ze ook weer uithalen. Dat is wel fijn. Kijk, wat is dit? We moeten in ieder geval iets vinden om de power aan te zetten. Maar eventjes, denk daar naar buiten. Misschien kan ik wel vast, even kijken hoe ga ik naar mijn inventory, oh, zo. Misschien kan ik wel wat maken vast. Ik doe dat wel met die, want dan krijg je een mixed herb. En moet je dat dan weer... Kijken, this blend of two herb. Oké. Kan ik die ook move? Kan kijken, kan ik die ook bijvoorbeeld in mijn sneltoetsen neerzetten, maar ik denk het niet. Nee, we gaan gewoon verder, we zien het wel. Misschien krijgen we dat zo meteen al te zien. Het is een demo, dus wordt alles uitgelegd hoe het spel werkt. Nou, we gaan naar buiten, denk ik. Ja. Oh, hier gaat het beginnen hoor. Hier ga ik even voor zitten nu. Oh, meisje. Oh, dit gaat totaal niet soepel. Is die neer? Is die neer? Ja. Oké, okay, vierkant reload. Oké. Okay. Het schijnt dus dat in de game kogels best wel schaars zijn. Dus je moet eigenlijk zo min mogelijk missen. Oh kijk, daar links zie ik schade. Oh, hier zie ik voor mijn kogeltjes. Nice, nice. 15. Kijk, schaduw. Dus hier is iets bezig. Om het hoekje. Is hij dichtbij of ver weg? Oh, hij is daar. Oh, nog één. Oh, ik mis alles, joh. Nee, maar dan komt dat kopje gewoon moet mikken, joh. Oeh, zag je dat kapot gaan, joh. Oké, als het zo blijft, dan is het niet erg. Maar ik denk dat het zo meteen wel wat erger gaat worden. Zoals ik al zei, ik heb het spel nog nooit gespeeld, dus ik weet ook niet of je echt van die schrikmomenten hebt. Of dat het meer gewoon echt dit soort scènes zijn. Wat is dit? Wat is dit? Oké. Dat is een soort van dodge of zo. Dus dan kan je even ontwijken als iemand komt. Ik ga even reloaden. Kijk, daar zie ik weer zo'n kistje met geel tape. Die gaan we even kapot maken. Gunpowder, oké. Misschien kunnen we even twee gunpowders met elkaar combineren. Kijk, krijgen we weer kogels. Kan ik die met die combineren? Ja, mooi. We hebben weer twee vakjes vrij als we bijvoorbeeld een herpje tegenkomen. Of misschien wel een shotgun, hè. Oké. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Ja, we moeten in ieder geval nog steeds eventjes naar een plek toe waar we power aan kunnen zetten, stroom aan kunnen zetten. Omdat die trein waar we net in het begin uitkwamen, die willen we in beweging hebben. Omdat de mensen die erin zitten, die moeten bevrijd worden. Wat is hier de bedoeling? Is een survival knife handy?
Dus met die knife kan ik dingen. Nee. Moet ik gewoon op schieten? Kijk, dat moet ik in ieder geval open. Ik weet niet of ik dan iets moet vinden om het open te maken. Ik denk het wel. Oei, oei, oei. Ik denk die komen er doorheen, joh. Maar het gaat wel weer te keel, jongens. Nee, 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 nee. Maar ik moet gewoon dus daarheen. Ik heb dus niks te maken met die... met dat vuur daar. Ik mis alles! Reloaden! Oké, oké, rennen, rennen, rennen. Achter ons ook nog, hè? Kijk hoeveel er staan, joh. Oké, ja, we moeten die kant op. Kunnen we ook gewoon van een afstandje schieten? Nice, nice. Nice. Die was echt zonde. Die is nog zonde, joh. Ze doet de zigzag. Ze deed de zigzagmethode, joh. Nog 14 kogels. Kan ik ook? Zou ik gewoon proberen mijn mesje? Nee, ik durf dat niet. Ik durf dat niet. Oké, oké, die is neer. Die is neer! Oops. Ik denk die komt nog in één keer naar me toe sprinten, jongens, een malle. Oké, die daar heeft geen honger meer. Dus dan denk ik. Die zal wel niet komen. Maar die komt dus mooi wel. Met die andere beest erachter. Neem gewoon de tijd. Neem gewoon. Oh, hij neemt een sprintje, joh. Woehoehoe! Waar kwam die vandaan, joh? Oké, okay, misschien moet gewoon die sprint trekken, joh. Voor mij kan je ze ook gewoon een beetje ontwijken, joh. Wat was ook alweer dat? Oh ja, die, ja, 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 nice. Oké, okay, we gaan gewoon hier naar boven. Ik laat ze gewoon even lekker daar. Ik heb ook niet veel kogels om ze allemaal aan te vallen, joh. Oké, okay, links of rechts. Wat ook daar naartoe. Ik ga gewoon even daar kijken. Komen ze? Nee, ze blijven daar. Oké, okay, we gaan even hier kijken snel. Misschien zijn nieuwe kogeltjes te vinden, weet je wel. En dan loop ik dan net die verkeerde kant op en dan... Oh, ik hoor wel slijm, slijm. Dingetjes, joh. Gunpowder. Ik heb gunpowder gevonden. Ik laat even kogels maken voor mijn twee. Ja, nice. Kunnen we hier gewoon omheen? Kunnen we er gewoon omheen? Ja, 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 ja. Oké, okay, nice. Ik ga gewoon naar beneden. Ik laat die mensen lekker daarboven. Ik hoop niet dat ik veel dingen heb gemist. Oh, dan zijn we hier weer, joh. Hé, hey, hij pakt me, joh. Dan zijn we hier weer. We moeten terug. 100%. Maar welke route nemen? We kunnen ook hem eventjes... neerhalen. Eén kogel. Maar volgens mij was die al neer, hè. Die is gewoon weer teruggekomen, hè, tot leven, joh. Maar hier moet ik kijken, hè. Hier zijn mannetjes, ja. Ga er omheen, links. Oké, okay, oké. Okay. Spel is wel heel donker gemaakt, hoor. Ik zie het echt lastig. Ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de horror. Oké, okay, hier kunnen we naar binnen. Ik denk dat we hier ergens een ding moeten vinden. Is tekst, wil je het lezen? Lees het. Even kijken. Oh, hier is wel iets met een code. Een nieuw save, just perfect. Nobody knows the code. Between beautiful aqua green. Oké, okay, ik denk dat we ergens een code moeten vinden. Laat je misschien even openen. Weer gunpowder. Ik weet niet of het in de game ook zo is, hoor, dat je veel gunpowder hebt, hoor. Oké, okay, misschien kunnen we daar gewoon omheen gaan.
Die man die gaat een sprintje trekken, joh. Nice, nice. Kun je hier al uitkijken? Gaat hij het deurtje openmaken? Nee, toch? Wel? Hij maakt het deurtje wel open. Dan gaat hij gewoon neer. Want ik weet ook niet. Ik weet niet of hij al dood is nu, hè? Kijk, kijk, nu is hij pas echt dood volgens mij. Hij was net gewoon even neer, joh. Ik weet natuurlijk niet of we hier straks terug moeten, via deze route. En dan heb ik geen zin om dan hem straks weer neer te halen, als ik misschien een beetje haast heb. Dus ik kan beter gewoon iedereen achter je neerhalen. Oké. Okay. Pak de gun in mijn handen, ik reload hem even, want ik had maar één kogeltje. Oké, okay, hieronder zijn zombies. Kijk, waar moeten we heen? Naar beneden. Ik denk dat we daar naartoe moeten. We kunnen ook via hospital. Oh joh. Oké, hij is al bewust. Hij is niet echt dood gelijk. Oh, kijk, kijk. Maar goed. Ik weet ook niet hoe je kan zien. Oh, wat is dit joh? High grade gunpowder. Oh, dat is. Dan kan je betere kogels maken. Ik weet zeg maar niet. Zou ik het zeggen? Wat je allemaal nog meer hebt, weet je wel? Wat je allemaal nog meer kan vrijspelen. Want ik heb hier alleen maar een paar herpes gevonden. Gunpowder. Kijk, die man is weg, hè? Oh, hij ligt buiten, hij ligt buiten. Daar staat een mannetje. Die ontwijken we mooi even. Oké, we gaan hierheen. Ik denk dat we daar naar boven moeten. Ik trek gewoon die sprint achter hem. Oei. Oké, en binnen. Deurtje dicht. Die man gaat komen zo. Gaat deze opstaan? Nee, die is echt neer. Oei. Als je weet hoe mijn hart nu tekeer gaat, joh. Zo, die is kapot. Die staat sowieso niet meer op. Oké, wat is dit? Oh, dit is die slang, kijk. Die kan ik wel gebruiken, maar ik heb natuurlijk nou geen plekje meer. Dus wat ik denk ga doen, ik laat het heel even liggen. Ga ik deze even combineren met die. En dan neem ik even eentje in, want als ik zie, links onderin zie je dat ik een beetje oranje ben. Dus ik neem hem gewoon in, kijk, dan ben ik weer helemaal fijn. Kan ik die slang ook meenemen en ik heb weer wat levens over. Kan ik hier naar binnen? Ja. Vind ik hier wat dingetjes. Ze hebben het over een shotgun. Dus ik hoop dat ik hier ook een shotgun ga vinden. Of gunpowder. Een handgranaat, joh. Oh, die kan ik niet meenemen. Ik zit vol. Ik kan wel even eerst gunpowder maken. Wacht. Of kogeltjes. Nice, neem ik een granaatje mee. Het enige is nu wel, heb ik shotgun. Kan ik die niet meenemen met mijn spulletjes natuurlijk nu. Kijk hier. When you need an item, unlock the door of puzzle. Dus ik kan nu hier niks openmaken nu mee. Nee. Kijk, ik wil dit dus hebben, die shotgun. Maar die. Zo werkt dat niet, hè? Die is wel een beste shotgun, hoor. Dus moet ik hier nu wat vinden om open te maken, of. Of is die niet bedoeld voor in de demo? We gaan gewoon even kijken. Want we konden hier ook dan naar rechts, zag ik. This must be the subway company's offices. Oké, daar is hij. Dit is een office waar ik moest zijn, dus. Oh, hier ligt iets. Veel te veel tekst voor mij, joh.
Oh, kijk hier. Niks? Moet ik hier nog wat anders doen dan? Hier kan ik verder niet door, joh. Moet ik terug? Denk ik. De muziek maakt het ook zo eng, joh. Oh, ik moet even rekening houden, want hier buiten staat dus een man. Daar rechts. Oké, we moeten denk ik gewoon door die kant op, joh. We halen die man even neer. Als dat mag. Dit is wel klote, want hier had je held naar beneden, maar ja. Nog een keer, joh. Ik laat hem gewoon lopen even. Kunnen we hier naar binnen? Ja. Oké, ik pak die gun even in mijn handen. Ik hoop dat ik hier wel kogels. Ik hoop dat ik hier een heupje ga vinden, want ik neem deze denk ik toch. Of zou ik, ik wacht nog eventjes. Voor mij kan je ook nog rood worden en dan pas. Maar stel dat ik nu ergens een heupje vind. Dan ga ik hem wel gebruiken hoor. Kijk, kijk. Want die kan ik niet meenemen. Ik weet niet of ik die kogels kan combineren. Die kan ik combineren, mooi. Oh, kijk hier. Nice. Oh, nu kan ik die shot kunnen halen, of niet? Kijk, ze zit al ja, te voelen. Ze pijn. Oké, ik ga die innemen. Herpie. Use. Oké, nu kan ik dus die shot kunnen halen. En met die slang, die kan ik op die... Ja, dan kan ik dat vuur mee uit. Oké, ja, top, nice. Ik weet het alweer. Niks in het kistje. Zal ik het ding indroppen? Nee, ik heb alles nodig, joh. Zal ik die, ik doe die wel even. Weet je, het is, ik heb nu toch nog geen ander wapen. Kan ik beter die er even in laten. Oké, nadeel is nu wel. Ik moet nu wel via dit deurtje naar buiten, terwijl ze hier net stonden. Kijk eens hier nog wat te vinden. Gunpowder. Wat we wel even kunnen doen. Volgens mij als ik die gunpowder die ik net daarin had gedaan. Combineer. Met die gunpowder die ik heb. Voor mij krijg ik dan shotgun. Zet die even. Deze. Combine met die. Kijk. Stel dat ik die shotgun ga halen. Dan heb ik in ieder geval kogels ervoor. Laat ik deze denk ik maar gewoon hier. Handgranaat. Ik weet niet waarom. Maar ik... Ik wil graag ruimte hebben. Nu kan ik dus terug gaan. En ik kan hier verder. Ik ga heel even een kijkje nemen. Oh my god, ook. Ik ga maar eerst terug gaan voor die shotgun, joh. Oké, wat was ook alweer nou? Ik weet niet of ik moet rennen. Ik weet niet wat ik moet doen, joh. Ik ben aan het springen, maar hij doet het niet. Ik ga neer denk ik, joh. Oké, wacht, ik ga rennen. Of ben ik al neer, joh? Oké, we zijn weer in het spel. Ik ben net één keer dood gegaan. In één keer heb ik een machinegun op mijn rug. Ik weet niet hoe dat kan. Misschien omdat het anders te moeilijk was of zo. Ik weet het niet. Maar we gaan naar buiten. Hier is die beast weer. Oké, let's go. Thank you.
Er zit in één keer, joh. Is hij neer? Is hij neer? Nee, toch? Wat is dit? Moet ik die ook niet halen, of niet? Ik heb ook nog een handgranaatje. Zal ik een handgranaatje gooien? Ik gooi hem gewoon. Tot. Moet ik gewoon naar hem toe? Ik denk dat ik naar hem toe moet. Ik denk dat ik iets moet doen hier. Dan ligt hij stil hier. Hé! Hey. Ik heb geen kogels meer, joh. Voor niks. Ik heb geen kogels meer voor niks, joh. Oh, misschien moet ik wel rennen. Oh, ik weet het denk ik al. Oh nee, oh nee. Ja, die is die man weer, of niet? Oké, nee, ik weet denk misschien wat ik moet doen, maar die gekke man is daar, joh. In ieder geval kijken of ik bij mijn koffertje kan komen, want ik denk... Ik denk dat ik naar dat stukje moet waar dat vuur is. Hier is ook wel. Oh, hier is die beest al, joh. Ah, dit is klaar, joh. Weet je wat het probleem is? Hier is dat. Ja, wat is dit in één keer voor slijmmonster, joh? Nee, dit is klaar, dit is klaar. Dit is klaar. Ik weet niet waar ik heen moet. Kan ik terug naar binnen daar? Ik weet dat daar dat koffertje is, maar ik denk niet dat ik terug naar binnen kan daar. Kan wel. Kan wel. Dit zijn meestal die veilige kamertjes. Oké, ik neem gewoon mee, ik neem gewoon mee. Heb ik nog iets om in te nemen, want ben ik bijna neer? Ik ben niet bijna neer, maar ik neem denk wel in. Maar kloot dat ik geen kogeltjes heb, hoor. Hij staat denk ik hier nu, hè. Ja, hij staat hier achter. Ik moet gaan. Ik moet gaan. Ik ga naar hier en dan naar rechts. Mijn hart, jongen, is niet normaal. Ik weet ook niet of ik goed ga nu, hè. Ik weet niet of ik het goed doe. Ik weet wel dat hij mijn hapje gaat nemen van mijn nekkie. Nou, moet zeggen, ik heb wel een zacht nekkie ook wel, hoor. Maar... Hé, hey, afblijf jij. Naar beneden. Okay, we gaan daarheen. Ik weet niet of dit het is, hoor. Ik hoop het zo, joh. Ook een slangetje erop. Filmpje, filmpje, ja, ja. Oh, ik spat hem, joh. Die man die zit achter me, of niet? Die moet rennen. Jo! Oh, die laatste knal, jongen, schrok mijn hart, jongen. Niet normaal. 32 minuutjes overgedaan. Het zal wel zeker geen record zijn. Wat een spel, joh. Capable of getting me the hell out of here. What was that?
Defend him. You're all right. Yell all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hunt. Sorry. Look out! Let's do this. Okay, nice. Dat was de demo. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Het is een video van een game dat binnenkort uit gaat komen, Resident Evil 3. Leuke demo. Demo is gratis te downloaden, gewoon via de PlayStation Store. En denk ook wel via de andere platformen, zoals Xbox en PC. Ik vond het echt heel tof om te spelen. Ik heb nog nooit gespeeld Resident Evil. Het voelt gewoon wel goed aan. Hier en daar had ik even wat problemen. Ik dacht dat ik hem neer moest halen, maar ik moest gewoon eigenlijk daar naartoe. Waar ik eigenlijk al eerder naartoe had kunnen gaan met die brandslang. Dan vraag ik me ook nu af van, als ik dan bijvoorbeeld terug had gelopen. Oh, dat kon trouwens niet, want dat ene deurtje was dicht, hè. Ja, dat kon trouwens niet. Ik moest wel via deze deur natuurlijk, want anders komt hij niet tevoorschijn. Maar ik moest hem eigenlijk gewoon dodgen en gewoon naar het vuur toe gaan, weet je, om te blussen. Maar ja, het was een leuke game. Ik sluit hierbij de video af. Bedankt voor het kijken nogmaals. En vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Of eventueel een volgende livestream.